Waar gaan we nu naartoe? Naar de oefenruimte. Even kijken of de... De oefenruimte, dit was de oude oefenruimte van... Van mijzelf. En toen wij ermee stopten, is After Forever hier verder gegaan. Is hier nog door Epica gericht? Ja, ook. En wordt deze ruimte nu nog gebruikt? Ja, zo af en toe. Mark gebruikt het hier voor wat fitness. En ik zelf zit hier af en toe nog wel eens wat te spelen. En de drummer Arjen, die zit hier ook nog af en toe. Komt hier 's middags een potje drummen. Nostalgie. Ja. Eigenlijk al vanaf eind jaren 70.